wel, rustig. Ja, ja, we maar dat is altijd met een beetje vertraging, hè, waarschijnlijk. Dus nu zijn we er? We zijn er. Ah, cool. Volgens mij. Ah, dan moeten we toch goeiedag zeggen tegen de mensen? Ja, goeiedag mensen thuis. Ik ga even deze live video op Instagram beëindigen. Zeg je dat zeker dat we er nu zijn? Ja, iedereen zit hier ja te knikken. Ja. Op de Tom YouTube. Ben de aliens met mondmaskers. Op de... Ja, we zijn er! Woe! Dat heeft een kleinere taart. Een klein taartje. Oké, lieve mensen op Instagram, nu allemaal weggaan. Allee, nee, hè, allemaal naar quarantaine op YouTube of op YouTube. Facebook. Ah, ook? Ja. Ah, oké. Okay. Goed, ja. Kan beëindigen. Tot straks, hè. Joe. Allee, goed. Nu beëindigen. Dat marcheert. Dat is Alie. Dat was vorige week even een klein... Moet ik deze video dan verwijderen? Laat die staan. Annuleren. Houden. Dat gaat niet. Het is annuleren of... Maar we zijn nu met een ander programma. Ik weet het. Oké, ik leg de gsm weg, want daar heb ik commentaar op gehad vorige week. Voilà. School. Scholletjes? Moet je de mensen niet zeggen welkom bij quarantaine? Nee, ik heb dat vorige week ook niet gedaan, maar nu wel. Welkom bij quarantaine. Ah ja, het zal. Dames en heren, in dit praatprogramma waarin nee, ik... Nee, niet daarom, maar ja, die mensen zijn aan het kijken. Moeten we die niet een keer een goeiedag zeggen? Ja, maar ik denk dat we dat nu ondertussen nou wel gedaan hebben. Voilà. Oh, ik wou ijs. Kan dat aan zeg, gezellig, hè? Tof, hè? Ja. Nu ik moet ik zeggen... Dat, ja? Dat heb je heel mooi gedaan. Ja, ik ben er ook wel eigenlijk heel trots op. Amai, dat is zo professioneel. Ja, hè? Ja, voor zo'n talkshow in een hof is dat toch wel enorm. Ja. Twee weken geleden zijn we een man en we naar eens een tentje in de hof zitten. En kijk, een tentje. Dat is een tentje niet meer, hè. Goed. Vroeger, hè. Mijn papa die zat in het leger, hè. Het is een militair en een paracommando. I know, de Donald. De Donald, ja. En die had dan zo'n legertenten. En daar komt er 10 man in. En toen gaf ik altijd in mijn wijk, in Gaveren, in de Vluchtenboerstraat, gaf ik dan altijd feestjes in die tent. Je wil niet weten wat er allemaal in dat tentje is gebeurd. Hoor. Jawel. Nee. Dat was en was de Donald erbij? Nee, zeg, alsjeblieft, hoeveel is dat nu? Zijn dat mijn vader erbij was? Ja, ik weet niet wat er gebeurd is. Hè. Allee, en dat is nou ook geen heilige, hè, de papa. Hè? Ja, maar ik was er ook, hè. Ja, maar ja. Ik verschiet van hem, maar niks niet meer, hè. Ja, Gammes. Het is dat weer zo'n vuile duo van Gavres. Je zit aan het smossen. Nee, hè? Helemaal niet. Dat is kei lekker. Wat is dat? Rooie gin is dat, kijk. Ah, van Bombay. Bramble, dat is blackberry en raspberry. Maar vind jij dat dat naar gin smaakt, maar dan net iets zoeter of zo? Ja, met een smaakje aan, hè. Gin met een smaakje. Maar dat is goed gedaan. Dat is heel lekker. Tof, hè. En lekker, hè. Mocht het precies wel wat geld kosten, hè, zeg. Ja, denk toch niet dat ik... Jawel. Je hebt dat allemaal... Ik heb veel kortingen gekregen. Ja? En sponsor en zo, dat wel. Maar ja, iets verdienen doe ik er natuurlijk niet aan, hè, maar... En waarom doe je het dan? Als je er niks aan verdient, waarom doe je dat? Nee. Ik vind dat fantastisch. Omdat ik vind dat er de laatste tijd, doordat er natuurlijk niks nieuw kan opgenomen worden, er heel weinig, buiten aan de boot, maar dat is niet op vrijdagavond, heel weinig entertainment nog is op tv. Veel herhalingen, herutsendingen van toestanden en duidingsprogramma's zeker wel, hè. Maar... er zijn zoveelste dingen over die crisis. Het is niet dat we dat moeten ontwijken, dat onderwerp, maar ik heb het nu echt wel... Ik was zelf zo ontwachten op iets. Ik denk, weet je wat, ik doe het zelf. Ja, maar nee, dat is waar wat het zegt. Dat is echt waar. Dat is net dezelfde reden waarom wij dat ook doen. Hè. Je voelt gewoon dat mensen zo een keer goesting hebben voor even ook wat lucht ertussen. En niet meer om te denken en even een uurtje afleiding. Hè. Ja, wel... Het marcheert. Met de kleurtjes en zo. Mm-hmm. Jij moet lachen als ik zeg dat ik denk dat ik dat heb gehad, hè, corona. Hè? Maar nee, omdat ik me dat herinner, toen dat juist kwam, dat jij zei... Oh, sorry, mijn boeken staan. Hoor het. En die micro hangt zo dicht. Dat jij zei... Ja, ik heb het. En dat ik heb dat nooit gezegd, volgens mij. Jawel. Wij waren nog aan het spelen met Château Cupido. In Gent. In Gent. In de Capitool. Ja. Gert, jij en ik. Mm-hmm. En jij kwam binnen en je zei, joh, er is er iets ontstaan.
ergens. Ik weet dat niet meer. Want toen was dat nog niet van... Want dat was het weekend van 8 maart. Maar de donderdag ervoor, de 5e maart, had ik opnames voor The Voice, senior, met Walter Groothaars. Ik heb daar heel een dag naast gezeten. En die heeft het gehad. En die kwam juist terug van skiverlof, van Livigno. En we wisten dat dat daar... Dus wij nog allemaal voor te lachen. Hey, kom, dan ga je het coronavirus verspreiden. Zo, hè. Dan dat weekend heb ik mij niet goed gevoeld in Capitool. Ik heb veel gehoest. Ik had zo wat koorts. Zo, niet veel, 37,5, maar toch zo wat. Hè. En dan achteraf, de week daarna, kreeg ik dan een telefoon van VTM om te zeggen... blijf maar 2 weken binnen, want Walter ligt in het ziekenhuis met corona. Ik dacht, dat meende niet. Dus iedereen die met hem in de buurt was geweest, heeft dan een telefoon gekregen. Wie is dat dan niet erbij? Dat is toch niet... Hallo, het is meneer VTM. Wie is dat dan? De Niels Direks. Ah ja, ja. De, echt wel de belangrijke vent van VTM dan. De directeur, hè. Ja. De big man, belt u dan zelf? Ja, okay. Niet de allerbigste man, maar toch wel een big man. Toch wel een big man, ja. En toen zei jij tegen ons, ja, ik heb het. Nee, dat weekend... Waarop dat we dat Gert... Oh ja, maar waarschijnlijk... Nee, ik weet nog heel goed dat wij toen hebben gezegd zo... De kans dat er nu hier in die Capitool... tussen al die mensen in dat publiek, al die voorstellingen, één iemand zit met corona is keigroot. En dan heeft de golle mij uitgelachen. Dat is waar. Dan heeft hij Gert gezegd van, hoe groot is die kaas nou? Allee, hoeveel procent? En zo, ik zeg, maar ondertussen zijn er al keiveel mensen waarschijnlijk besmet. Maar zo en heeft, weten we zo dat niet. Iedereen gedacht in het begin. Nee, de Antonie niet. Die heeft vanaf dag één gezegd, alle mensen die terugkomen van skiverlof in Italië in de krokusvakantie, zouden nu in quarantaine. Ja. Maar op hun deurbel kan er ook staan, dame paniekeurken. Hè? Dat is, jullie... Van der Wee paniekeurken. Ja, van der Wee dame paniekeurkes. Ja. Jullie panikeren altijd. Jullie zien een grote ster en je denkt dat er een vuurbol afkomt om de wereld te vernietigen. Nee, dat is de Antonie. Ja, maar... Je ziet het bewegen en je zegt, het is een ufo. Ja, maar dat is zo bij jullie. Hier, als je hier even een namiddag in uw hof komt zitten toen het nog mocht, dan was dat zo. Dan gaan we hier zitten, maar dan waren in die paar uren waren er 5 wereldrampen gebeurd. Dan waren er juist aan ontsnapt. Dan gaat er met 8 kloppingen terug in mijn auto naar huis. Hè? Omdat je denkt dat hier de wereld gaat vergaan. Dat is toch zo? Want Antonie stond hier dan altijd met zijn telescoop s'nachts. Oh, als die rij satellieten voorbij kwam. Van een Tesla. Ja, we hebben dat drie avonden aan elkaar wel gezien. Nee, ook. Schoon, ik vond dat wel tof. Ik vond dat schoon. Zo de kerstman met zijn slede. Ja. En dan denk ik, amai. Die een mens is gewoon één mens, een Amerikaan, een vrije rijke natuurlijk, die beslist heeft, dat gans de wereld die slee gaat zien. Ik vond dat fantastisch. Ja, ik vond dat ook tof. En binnenkort zijn er nog keiveel meer. Hè, ja, maar dat een zot is, hè. Ja, is een zot. Hallo, dat is een zot, hè. Dat is niet Donald Trump, hè, dat is Tesla. Hè? Ja. Oké, maar het zijn nog zotten in de wereld, hè, niet alleen Donald Trump. Nee. Zo, allee. Maar bon, dat is een zot, hè. Ja. Maar in ieder geval, de Antony heeft dat toen gezegd, van je moet allemaal... En zo zit je. Ja. En zo zit je. Dus wij kregen dan een telefoon, je moet thuis blijven. En dan hebben wij de dag daarna, dat was vrijdag 13. De 12e maart hebben wij de Sky van school thuis gehouden. Omdat wij dachten, als wij het dan hebben gegeven, hè? Wat zeg ik, hoeveel keer dat de Sky al hebt thuis gehouden? Omdat ik dacht dat er iets ging gebeuren. Nee, dat was alleen in 2012. De 21e december dacht ik dat de wereld ging vergaan. En dan heb ik de Sky een week thuis gehouden. Dat iedereen dat je goed heeft gehoord. Wat had jij juist gezegd? Herhaal dan een keer. Wat was er in 2012? Ik weet het, hè, want ik was erbij. Wat was er in 2012, Karen? Dan ging de wereld vergaan op 21 december. En dus ik dacht... Heb je toen je kleine thuis gehouden? Ik heb die een week van school gehouden. Ja. Ik heb die ook een week van school gehouden na de aanslagen in Parijs. Maar mensen thuis verschieten nu... Man, nee, mensen. Waar had jij in die agenda van die kleine toegeschreven? Sorry, wereld gaat vergaan. Nee. Maandag en op dinsdag en op woensdag en op donderdag en op vrijdag. Nee, dat was toen denk ik zelfs kerstvakantie voor een stuk. En ten tweede, die zat in de kleuterklas, dus maar die was nog niet verplicht. Maar dan moet je die niet van thuis houden, als kerstvakantie is. Maar nee, maar een stukje. Dus een twintigste. Kerstvakantie aan de school, allee. Dat is nu eigenaardig, zeg. Nu is dat wereld toe. Vorig jaar ook tijdens de kerstvakantie. Nee, pak dat ik die de 20e heb thuisgehouden en dat de kerstvakantie de 22e begon. Dus heb ik die nog 2 extra dagen, zo wat eerder thuis. En dan na de aanslagen in Parijs heb ik hem ook thuisgehouden, omdat ik wel echt dacht dat ze naar het schooltje gingen komen. Mater Christi in Lint, daar gingen ze de volgende aanslag. Ja, dat is logisch, hè? Van Parijs naar Contig. Zo, Lint. Ja, naar Lint. Daar ging ik vanuit, ja. Ik zie de link ook. Ja, de Lint.
Ja. Nee, nee. Maar dus, buiten dat, hebben wij dus de Sky alleen die vrijdag van school gehouden, die 13 maart. En dan heeft Anthony gezegd, ga ook geen briefje nodig hebben, want vanaf een maandag sluiten ze alle scholen en iedereen zo van... Maandag waren alle scholen toe. Die heeft er echt een heel goed oog voor. Die moet in de politiek. Ja, maar ja, die wil ook burgemeester worden. Is dat? Mannen, dat is hier, dat is hier de ene primeur na de andere. Hè? Tjaka! Dus gaat Anthony van der Wee meedoen in de verkiezingen voor burgemeester ooit, te worden? Ooit, hè. Nog lang niet, hè. Maar nu, dus dan rijden wij naar school, morgens. En dan zwaait hij naar iedereen. Maar naar iedereen! En dan zeg ik, doe eens normaal, die mensen hebben u niet gezien. Het zijn potentiële kiezers, zeker. Dus dan zijn wij aan het rijden en dan stopt er 400 meter verder een madame voor over te steken en dan stopt hij al. Dan denk ik... Ja, allee, nee. Hij is al aan het investeren in zijn burgemeesterschap, hè. Ja. God. Bol van de burgemeester, ik ben er, hè. Ja, het zal wel zijn. Dus dat gaat sowieso burgemeester. Dan word je eigenlijk zo'n beetje de first lady van Lint. Mm-hmm. Amai. Anthony van der Wee, uw vent, met een Lint in Lint. Fantastisch. Allee, dat is toch wel een primeur dat u een vet burgemeester wil worden. De zoon van een burgemeester heeft hier wel... Die is tot daar. Oei. Dat is de Harry hier in Lint. Dat is een kei toffe. Ja, dus dat moet zolang dat een vader... Dat is meneer van het licht, de zoon van de burgemeester. Ja. Als jij nu iets verkeerd zit, zit weer in het donker. Hè? Dat weet het toch. Maar de Anthony wil nog lang geen burgemeester worden, hoor. Ah. Ook hier, uw papa, het is gedaan. Ja, dat was dan de laatste keer quarantaine. Die Anthony heeft de centen, hè. Allee. Allee, leuk die laatste vrijdagavond hier in mijn tuin. Met u. Ja. Volgende week is met kaarsen. Volgende week brandt er hier een groot vuur. Ja, deze week is zonder licht, lieve vrienden. Oh, mijn hond is van zijn tak ontmaken, precies. Ja, natuurlijk, ja. Ah, oh, nee, dat is niet de mijne. Allee. Is hij dat weer, de kikker? Dat is ook iets eigenaardig, hè? Je kunt dat elke moment, hè? Kikker? Nee. Kikker? Dat is toch iets raars? Maar ik kan dat niet elke moment. Als ik het heb, heb ik het, hè? Maar als ik het niet heb, kan ik dat niet in één keer optoveren. Iets raars. Ik weet het, ik vind dat ook iets raars. Maar jij kunt boeren laten en dat kan ik niet. Nee, ik kan dat niet. Maar je hebt het gelaten. Om, door de gin? Ah, maar ja, ik kan me niet schillen deurweg. Je kunt het toch laten? Ben jij geen boer? Nog nooit in mijn leven een boer gelaten. Dat kan niet. Ja, als babyke misschien, hè, maar nee. Ben je nooit een boer? Ik weet niet wat dat moet. Ik zou dat zo graag kunnen soms. Zo na een goede ijskoude cola zo brrr doen. Nooit een boer? Nee. Nou, ik geloof dat precies niet. Mm-hmm. Alleen dat vind ik het nu zot. Kok. Zotjes. Ja, inderdaad. Had jij mijn aankondigingen op Instagram, had jij die aan door? Volgens mij niemand. Ja, tuurlijk wel. Wie komt er op bezoek? Ja, James Cook. Schatteke, ik ben jaar en dag uitgelachen met Koek. Ja, ik weet het, maar ik denk toch niet dat iedereen mee broek. Was. Koek. Hij pist in zijn broek. Het is de koek. Oh, dat is ik zo een keer had geplast op school in mijn broek. Wat deed jij dat? Ja, ik heb zo ooit een keer geplast van het lachen op de speelplaats. En dan wist ik het. Hè, van het moment dat mijn jeansbroek zo wat donkerblauw werd, dan wist ik, hier komen de rijmpjes. Ja. We waren daar. Hè. Hij pist in zijn broek. Nog maar de volgende speeltijd, 10 van 12 uur. Ja. Tot al zitten. Ring. Het is een broek, het is een koek. 3 jaar. Och, gaar, mijn schat. Ja. Maar ja. Ze heeft sowieso veel gepest geweest, hè? Niet alleen met mijn naam. Hè? Nee. Zeg, amai, wrijf het er nog een keer in. Wat een gezellige talkshow is deze. Jij bent sowieso veel gepest geweest. Mocht je dat toch al eens verteld? Voor je uiterlijk, omdat je geen kien had. Omdat je een homo waard. Gezellig, zeg. Dat is zo de bedgeheimen, maar zo spontaan. Vertel nog een keer van die keren dat je gepest werd. Amai, ja, die homo. Ja, maar ik doe u na. Amai. Nee, schat, ik. Allee, ik wou dat ik u eens kon vastpakken nu. Oh, ik ook. Ik heb daar wel keer lastig mee. Maar ik wil dat hier wel even een keer zeggen. Ja. Dat ik dat wel zot vind, hoe goed dat hier geregeld is. Ja? Ja. Ah, dat vind ik leuk. Ik kwam hier toe. Daar stond iemand klaar met zo'n spuitje. Tch, voor mijn handen direct te reinigen. Zo precies dat ik vuil was. Alsof ik hier zo toe kwam met een stondkar. Ik stap zo uit mijn auto. Maar goed, ik vind dat goed. En die persoon zei, en hier is uw eigen toilet. En loop maar verder, dan wou ik binnenkomen bij u. Ik mocht niet. Ik vind dat een versterkte burcht. En dat vind ik goed, want wij doen dat ook op de boot. Ja. En dat is een must. Dat geeft u als gast, nu in uw show hier, een heel veilig gevoel. Maar je begint dat op den duur wel normaal te vinden, hè? Ja. Ja,
Kon ik naar de supermarkt met een mondmasker en handschoenen en niemand kijkt raar. Een maand geleden deden mensen nog zoiets van, oh my god. Ja. En heb jij ook de mensen die je mocht aanraken, dat dat nog intenser ja. Heb je meer seks nu? Ja. Ja, dat is waar, hè? Ja. Ja. Omdat je het niet kunt delen met iemand anders. Nee. Allee, zeg, nee. Wat? Ik pak dat opnieuw. Ik heb nu wel meer seks met een Anthony dan vroeger. Want er is niemand anders. Met een buurman mag ik niet, James. Nee, maar ik wil zeggen, gewoon dat knuffelen, die affectie. Ja, ja, overlist was mijn schoonmoeder hier tot aan de poort gekomen. En verdacht te zeggen niet. En de Sky zo, Manu, en die liep erin. Ik zeg, schatje, het mag niet. En hij zo, kom, pak mij dan maar eens goed vast. Dus dan heeft hij mij zo vastgepakt met gedacht dat het zijn oma was. Dat is zo, ja, ik vind dat heel... zal hij wel geloven, af en toe. Denk maar dat ik de oma ben. Ik geloof het. Nee, de oma is zo, James. Oh, Manu, hoe is het met haar? Goed. Okay. Ja. Maar die heeft wel wat gehad, natuurlijk. Hè? Dat zal wel, mijn mama ook. Zal ik een keer bellen naar mijn mama? Ah, dat is je gaat zo blij zijn als je een keer ziet. Ah ja, dat is leuk. Maar ja, van weer dan. Ja, want die mensen natuurlijk, als je dat nog eens alleen bent, als je een partner hebt of zo, zou ik nog zeggen. Hè, maar... Dat is ontkijken, zijn nu. Met die een meter en half. Mm-hmm. Is ontkijken, denk je? Denk ik het niet, maar papa is wel aan het kijken. Ah, maar mama, hi Donald. Mama heeft Netflix ontdekt. Oh, hey, maar ik ook. Dat is ook de reden waarom dat ze nu niet oppakt. Nee. Het is dag. Dag, mamatje. Hey, dag, Dickie. Ik zit in de talkshow van Karen. Dag, mamatje. Hey, ik kom toch niet op tv, hè? Nee. Allee, nee, want ze zien u niet, maar ze weten wel dat met u aan het bellen was. Kijk, voilà, Karentje. Het is lang geleden dat je gezien hebt, hè? Hé, hey, la ba, ça va? Ja, ze. Houdt het nog wat vol? Ja, het begint zo een beetje lang te duren, maar ça va. Je hebt Netflix ontdekt, heb ik gehoord. Ja. Was ze dan zien? Nee, maar nu ben ik aan het kijken naar Canvas, naar Kinderen van de Holocaust. Ja. Ah, ja. Holocaust, allee. Kinderen van de Holocaust. Ja, triestig, ja, ik weet het, mama. De Holocaust was heel triestig, ja. Maar dat is inderdaad een goede serie. Maar nee, bon, ik ga eens keer verder praten met elkaar. Ik ben dus subiet wel in de auto, is goed? Dat is goed, hè. Dag, schatje. Dag, mama. Tada. Love you. Love you. Tada. Zit jij series aan het zien? Nee. Ik heb dat nu ook ontdekt. Ja, ik heb dat voor mama... Dorian en ik hebben dat voor mama geregeld. Ah, ja. Nee, oh, ik ben dingen aan het zien, jongen. Oh, ik vind dat, ja... Dingen heb ik juist gezien. Elite. Ah, ja. Dat is toch met al die van La Casa de Papel, hè? Amai. Maar is dat zo goed? Dat is eigenlijk om de drie scènes zitten daar een gay scene tussen. Ah, daarom dat je dat goed vindt. Ja, amai. Dat is wel... Dat is een goede serie. Niks voor mij, allee. Nee, maar dat is wel een goede serie, Elite. Ah. Ja, dat is heel... Ze doen er alleen maar schone mensen ook aan mee. Dat is ja. Ongelooflijk. Ja. Je voelt je heel lelijk als je dat naar kijkt. Ik kon er niet naar kijken. Ja, ik zoek ook zo'n serie. Soms kijk ik zo naar... dingen. Op TLC. My 500 kilo life. Ah, ja. Gewoon. En dan kijk ik 10 minuten en dan ga ik even terug voor de spiegel gaan staan. Dan denk ik, oh, ja, goed. Ja. Ja. Dat zijn ze van die mensen die zo uit dat bed moeten. Hè. Ah, ja, die... Pas op, want je stoel is al 2 keer ingezakt. Je poot stond los, ja. Oei. Ja. Nee, en ik ben zo nog dingen aan het zien, hoor, van die... Zo van die series waarin dat mensen onterecht... documentaires altijd, hè? Onterecht veroordeeld zijn geweest. En zoveel jaar later dat dit komt, dat ze het niet hebben gedaan. En zo. Oh. Zo met rechtszaken en zo dan... Die oneerlijkheid. Oh, die onrecht. Heb je die al gezien? Ja, tuurlijk. Ben ik verslaafd van aan... Ah, daar. Making a murderer. Ik vind dat heel moeilijk, zeg ik. Making a murderer. 5 keer aan elkaar. Making a murderer. Hey, kom, nee, dat gaat niet. Heb je een 2 al gezien? Making a murderer 2. Ja. En er is een Making a Murderer 3 in de make. Hè? Making a Murderer 3 in de make? Is dat... Ja, en weet jij dat die Kathleen Zellner, die advocaat, die volgt mij op Twitter. Waarom volgt Kathleen Zellner een Amerikaanse advocaat Karen Damen? Omdat die zag dat ik zo'n dingetje achter mijn naam had staan, dus dat ik veel volgers heb. Nee, ik weet dat niet. Ze zijn die beginnen volgen na de 2 en die volgde mij terug. Ik dacht, alright. Kei tof.
Maar de Steven Avery, oh, en de Brandon. Oh, ik heb ze zo geren. Ik ben het al wat kwijt, eigenlijk. Ja, die mensen, die het Steven Avery, hè. Ah, die onterecht vastzit. Ja, ja. Maar als nu mensen daar niet naar kijken, dan is dat niet leuk voor die mensen. Nee, oké, dan gaan we het over die tenders hebben. Dingen heb ik ook gezien, Tiger King, uiteraard. Ja, iedereen heeft dat gezien. Ja. Mm-hmm. Wat vind je daarvan? Denkt jij? Vindt jij? Oké, opnieuw. Denkt jij dat die vrouw, die de hele tijd zo lakt... Een man vermoord, hè. Haar vent aan de leeuwen heeft gevoerd? Ik weet het niet. Zullen we samen antwoorden op drie? Ja. 1, 2, 3. Ja. Ik denk het ook. Maar iedereen denkt dat. Want in het begin denkt je, oh, dat is een goeie. Ja, nee. En dan achteraf denkt hij, zeg, mens. Nee, ik had het gehad met haar. Ja. Echt. Ja. Maar hé, wat een zotte wereld. Maar ik heb het ook gehad met hem. Ik heb zoiets... Iedereen, ja, iedereen die zijn er allemaal zo zot als ziet. De tweede aflevering zitten daar gewoon een keer een arm in hem. En dat beest... Dan... En dat is een jongen, hè, ja, trouwens. Ja, dat vond ik ongelooflijk. Dat zie je pas achteraf, dat dat een jongen is. Ja. Ik heb altijd gedacht dat een meisje was. Of die zijn liefde zichzelf. Dat was een knappe, hè. Dat was een hele knappe. Hoe heette die? Travis of zoiets? Ja. En die andere die in één keer van 2 tanden naar 30 tanden gegaan is. Ja, en hij zat in een gebiedje, mens. Ja, was... In totaal hebben ze er in die dierentuin 7 tanden ja. of zo. Alle 30 ja. samen. 5 tanden, 3 zwarte en 2 bruine. Ja. Dat is zo. Maar ja, goed. Ik denk dat wij te dicht bij je zitten. Oei. Nee? Ja, maar mag ik in de plantjes zitten? Dat ligt toch wel aan uw zetel. Ah nee, dat ligt aan mij. Dat is omdat mijn buik zo ver komt. Ik denk dat onze voeten elkaar daarna raakten. Maar dat mag het zijn de monden, hè, mannen? Ah ja, dat is juist. Het is niet dat er lucht uit mijn tieren komt. In de mondjes, hè. Ja, daar moeten we mee opletten, dat is waar. Maar ik ben wel verdikt. Ja, ik zie het niet. Ik ben gestopt met roken, hè. Ah ja, tuurlijk, ja. 7 maanden. Ik vind dat heel flink van Kort jou. Applaus voor James. Oh, ze kende het niet. Nee, nog eens. Een kort applaus voor James. 1 klappertje. Heel goed. Een spetterend applaus. Oh my god, eeuw, corona. Oei, dat mag nu. Zeg, wat duur is dat? Waarom zei je het al beu? Nee, helemaal niet, maar ik wil weten wanneer ik onze muzikale gast mag aankondigen. Wie is het? Het is een nieuwe band, James. Een nieuwe Belgische band. En die heet Hope, wat ik trouwens een topnaam vind in deze tijden. En die in hun eerste single heet A Perfect Way to Stay. En ik zou er nu graag Home even achter zitten. A Perfect Way to Stay Home. Voilà, dat is prachtig. En dat is een heel goed nummer. En dat gaan die subiet akoestisch doen. En hoe heb jij die ontdekt? Omdat ik die ken. Huh? Goed, hè? Dat is een goede ontdekking. Dat is een goede. Ja, oké, goed. Hope. Ja, hope. Dat is inderdaad wel... Met puntje achter. Ah, nee, dan niet. Heupen. Nee, achter. Ah, hoop, punt. Ah ja, ik dacht heup. Met 2 punten van op die oog. Ik dacht, oei, dat vind ik nu wel een rare. Heupen. Dan vond ik een keer zo'n wits van 2 oma's. Heupen. Er is een nieuwe band in Vlaanderen, dames en heren. Het is de band Heupen. Dat echt was, sorry. Nee, hoop, puntje. Ja. Ik ben echt wel benieuwd. Heel tof. Gaan we niet luisteren? Ja, maar zouden we dat nu al doen? Moeten we dat niet zo schoonlijk in de 11 doen? Om 30? Het is zo 24 nu. Oh, nee, goed. Schat, ja. Ik heb mee. Wij kunnen nog doorpraten tot... Dat is wel een feit, oké. Okay. 3 uur van de nacht. Oké, dan ga ik ze aankondigen, hè. Dus, dames en heren, beste kijkers... De rood lampje brandt daar. Ah, ja, nee, en nu niet meer... Zit erom ben ik geen talkshow-host. Je moet gewoon het rood lampje volgen. Ik weet het, maar zo van... En James, vertel eens, hoe gaat het met je... Nee, dat gaat niet. Maar dat moet je niet doen. Nee. Je moet gewoon af en toe een keer wel tegen je mensen spreken. Voilà. Ah, ja. Hoe je het nu? Kijk, ja. Doe een keer je aankondiging. Maar gewoon Karen. Ja. Dames en heren, graag uw aandacht voor een geweldige nieuwe Belgische band. Hope. Met hun allereerste single, een akoestische versie wel. A Perfect Way to Stay. Voilà. Chase down every day
know what to do, leave it all away. Push yourself in your edge, save some time, go not to get wet. Your mind hesitate, keep up high. All the shots you never take one day, and your mind decide to take the risk, try to run, try to hide. Think it's done, almost home. My own game. You don't even know the way I'm in. I feel I can't imagine the pain I've seen. A perfect way to stay. You don't even know the way I'm in. I feel I can't imagine the pain I've seen. A perfect way to stay. Ooh. 10 years, so glad took the chance, not blame. Feel sorry or sad, just enjoy this game. Third thing, yet another one. Play it fair. Fourth thing, very last one. Almost home. Think it's done. Almost home. My own game. Oh, almost home. It's done, almost home, my own game. You don't even know where I'm at. I feel I can't imagine the pain I've seen. A perfect way to stay. You don't even know the way I'm in. I feel I can't imagine the pain I've seen. A perfect way to stay. Ja, dat is natuurlijk een oorverdovend applaus, hè, Jens. Ah, merci, merci, merci. Hallo. Ah. Goed, hè. Merci. Maar ik vind natuurlijk de single-versie met alle toeters en bellen, dat is anders. Ja, dat klinkt wel iets anders. En de pianist is tevens onze cameraman, die even zijn gereven handen heeft gegeven aan mijn man. Yes. Voor te kunnen filmen. Dat is de Nick. En de mooie tweede stem, dat was ook de Nick. Jenske, dank je wel om te komen. Dank u. Jij bedankt dat we mogen komen. Wat gaat er nu gebeuren? Hebben jullie een plaat? Hebben jullie verschillende nummers? Of is dat nu echt zo de eerste en we zien wel? We hebben een single. Voilà, we hebben een single. En dat is nu de eerste. En ja, we zijn, wanneer zijn we gereleased? 17 maart, denk ik. Ja, 17 maart. Goeie moment. Ja, in volle lockdown. Wel, ja. Dus dat was vreemd. Waarschijnlijk was het al maanden geleden gedacht van, oké, okay, in maart gaan we. Ja, is dat ongeveer. Is dat dan niet even zo van... Dat is palen, ja. Ja, het is van op afstand dan. En dat is gek om te volgen, hè, want normaal kun je de promo gaan voeren. Of, dus niks. Dus dat was wel spannend. Dus, ja. Buiten hier. Hier wel, voilà. Waar trouwens, onze begintune van dit, in het einde, is ook dat nummer. Een stukje instrumentaal, zo. Dus we hebben al twee fans. Ja, het zal wel zijn. Maar die Jens is eigenlijk in het dagelijkse leven leraar. Yes. Lager onderwijs of... Nee, gokjes. Ah ja, dat vind ik naar leuk. Ik ga een keer kijken naar uw lichaam. Hè. Ah. Oh nee. Een LO-leerkracht, maar het is dat niet. Compliment. Wacht, hè. Ja, maar het zou kunnen, zo'n LO-leerkracht. Maar je zei het zo... Wacht, hè. Een vlot, hè. Dus...
aardrijkskunde is, niet geschiedenis is het ook niet. Bio ook niet. Zo konijnen opereten, dat doe je niet. maar ik denk... Zit jij niet leerkracht zedeleer? Wel, officieel mag ik dat zijn, ja. Zie je? Ah, is het ja. Echt? Dat wist ik niet. Echt, ik ben er zo goed. Ja, dat is tref. Oh, dat is hem niet. Nee, maar, nee, maar dat ben ik. Oh, ja. Nee, maar soms twee, iedereen krijgt twee kansen in zijn leven. Ja, twee kansen. Ik heb al 27 vakken opgenoemd. Het zijn veel criminelen, hè, die vijf kansen krijgen, oké? Okay? Ja. Wacht, hè. Nee, de rest niet. Wacht, hè. Ik weet het. Wiskunde. Absoluut niet. Nee. Allee, wat heeft hij juist gedaan? Ik heb al moeite. Engels! Muziek! Nee, Engels. Engels, het is juist, ja. Engels. Ah, ja, all right. Engels. Maar in het middelbaar, hè? Ik geef Engels, in het middelbaar, ja. In het middelbaar? Ja. In de Atheneum van Mertzel, hè? Yes. Toch? Ja, yeah, correct. Yes. Yes. Oké, okay, en wat doe je het liefst? Zingen of lesgeven? Alle twee. Maar nu, op dit moment, mis ik het lesgeven wel. Ja, moet jij niet terug, want dat is middelbaar, dat is niet... Nee, onze zesdejaars zijn vandaag terug gestart in dat leerwoord. Ja. Hoe was het? Ik geef in derde les, dus ik ben daar vandaag niet bij. Ik kom ook niet in de zesdejaars. En onze derdejaars staan voorlopig nog niet gepland. Nee. Dus wij geven van thuis les en dat is... dat is gewoon helemaal anders. Dat zal wel. Ja. Weet dat ik niet tegen kan. Moet jij iets drinken? Ja, hier. Wil jij dat in misschien. Of ga jij voor het water? Weet je wat ik het heel moeilijk mee heb met die phone calls, met die videocalls? Dat is dat mensen opeens ook altijd eten achter in de kamer. Ah ja. Dat ik zo zeg, maar wacht. Wij aten vroeger toch ook allemaal samen in de kantine? Of allee, als je op je werk bent, hè, dan hadden wij toch ook in de kantine? Of gingen wij toch een broodje gaan eten? Ja, maar niet in de klas, hè? En wel. Dus, maar ja. Dat wil ik zeggen. Dus ineens begint iedereen... Ja. Mogen alles achter in de kamer. Maar het is allemaal zo raar en zo anders voor iedereen. Je weet ook niet hoe... Nee, het is echt niet hetzelfde dan gewoon lesje. Nee. Dat is... ik weet nu bijvoorbeeld al als ik een taak geef of een opdracht of... Of je even uitlegt iets, je weet op voorhand al die en die. Dan zal ik wel waarschijnlijk wel moeten bijstaan. Ja. En je weet nu al eigenlijk op voorhand soms van die of die of die. En dat gaat nu niet. Dus je kunt dat wel op afstand, maar dat is toch anders. En ik kan toch heel blij zijn dat ik ze kan terugzien. Allemaal. Dat zal wel zijn. Ah ja, want dat je die levende lijven ziet, kun je individueel even naar iemand gaan en zeggen dat het... Maar nu is dat met iedereen erbij. Hoe zit dat met de nieuwe, met Sky? Ja, die zit in het vierde leerjaar. Die valt echt uit een boot. Dat is een jaar dat... En is hij daar treurig om of net tegengestelde? Nee, die net zoiets die eerste weekje... All right, vakantie! Ja, maar Gunde, dat is hier ook bij jullie thuis. Dat is plots al aan 2.0, hè. Ja. Maar dat is het zo. Hè. Om elke hoek kan die een kleine zich amuseren. Dat is toch... Ja, denk toch niet dat je om hoeken gaat. Die zit heel een dag op datzelfde plutje in de zetel met zijn iPad. Gevaarlijk, hè. Schatje. En ja, jij zegt daar niets op, maar Anthony wel. Dus je moet niet zo doen van... Nee, nee, dat bedoel ik niet. Jij zegt, laat hem toch even zitten, schat. Ik ken u. Je denkt dan zo, ja, dat kan niet. Maar het is waarschijnlijk Anthony dat zegt, nee, nu ga je een keer gaan wandelen. We hebben er straks gerolschaatst. Ah, ja. Dan was ik zo blij dat je zei, ik ga terug naar binnen. Echt? Omdat echt, dat is zeer om mijn andere moment. Ik moest je dan vasthouden, want dat was de eerste keer. En dan ging dat niet gewoon. Ik dacht, oh, wat terug naar die iPad. Dat is toch... Het was niet omdat je een atlas vast had. Nee. Zoveel weegt hem dan nog niet. Dus hij zei, hé, amai, jongen, die hond, dat is niet normaal. Maar... Nee. Vandaar dat mijn pols misschien al een dag zeer doet. Want met die hond, ik zei gisteren met die hond gewoon wat een onttrekken geweest. Nu valt mijn Frank, dat is 80 kilo. Al dat aan de hond. Weegt die 80 kilo? Ik denk dat hij minstens 80 kilo weegt ondertussen. Ongelooflijk. Niet zo groot. Ja, dat is echt een gigabeest. Hè. Dat is echt een beer. Hè. Ja. Eigenlijk is dat een panda, maar het omgekeerde. Hè. Dus is dat aan het regenen? Ah, oh, nee. Nee. Helemaal niet eigenlijk. Nee. De zon schijnt nog. Maar wanneer komt de tweede nummer uit? Wel, we weten dat nog niet. We hebben al wel aan heel wat nummers gewerkt. Maar dat is ook wel stilgevallen nu. En dat is dubbel, hè, want ook met Nick, pianist, we hebben elkaar al niet meer gezien van eind februari. Dit nummer is al meer dan een half jaar geleden eigenlijk geschreven.
Dus dat is wel gek, ook zo voor de repetitie. Zo, hey, dat dit. Mm. Zo, hey Nick, kei lang geleden, kom maar een liedje spelen. Het is, ja. Ja. Dus het zou wel fijn zijn dat we terug... Maar wanneer komt de volgende? Ja, we zullen maar zien niemand weet het, mogen, natuurlijk. Hè. Dat is het, hè. Die onzekerheid is wel bij iedereen zo. En ik hoorde er straks nog iemand, het was op de radio iets over festivals. En gonden de festivals missen, ja, amai, hè. En iemand zei, maar ja, niemand kan gaan. Waarop dat je zei, ja, allee... Het kwam erop neer, dat verzacht de pijn een heel klein beetje, vind ik wel. Iedereen zit in hetzelfde schuitje. Ja. Niemand weet wat er gaat komen. Ja, mijn vriend, mijn Dorian, ik snap dat. Mijn Dorian heeft daar ook zo mee kunnen leven ja. De afgelopen weken. Maar nu dat het gewone leven langzamerhand weer begint te ja. Lopen, hè, te rollen. Zo like winkels die open gaan en dit en dat, waarvoor dat hij heel blij is. Heeft hij wel het gevoel dat hij als artiest, is een musicalartiest, zit normaal in dans en ja. Hij 45. Ja. Heeft hij wel zoiets van... Waarom ja, ik niet? Nu werkt dat niet meer. Iedereen zit in hetzelfde schuitje. Want er zijn wel weer veel mensen, buiten mensen van de horeca, toeristische sector, natuurlijk nog altijd niet. Hè. Maar het schuitje wordt kleiner en kleiner en kleiner. En ik denk, hoe kleiner dat schuitje gaat worden, hoe moeilijker dat gaat zijn voor die laatste op dat schuitje, op die een boot, om te zeggen, ja, maar iedereen heeft hetzelfde. Snap je dat? Nee, dat is waar. Dat wordt moeilijk, hè? Maar je weet het niet, want voor hetzelfde geld door alles wat dat nu, al die versoepelende maatregelen, hè, binnen een week of twee zeggen ze, mannetjes, terug naar afsen. Want het, nee, ik moet trouwen. Ja, manneke, ja. En dat jij gaat trouwen, dat jij dat met zoveel volkje aan doen. Dan krijg ik zo telefoons. Van degene die onze trouw zo'n beetje aan het regelen is. Zeg, zetten wij die in een drukstop? En dan zeg ik, nee. Zet het even on hold, maar je moet nog niets aanpassen, want ik wil nog altijd trouwen. Natuurlijk. Davy en Astrid in een trouw is een jaar verzet. Wanneer is het normaal gepland? Normaal is het gepland ergens in de zomer. En niet zo, nee, ik had juist zeggen, zie dat je zegt. Ergens in de zomer. Ik geloof nog altijd dat wij gaan kunnen trouwen, maar ik denk dat dat een beetje wishful thinking aan het worden is. En ik wil me daar zo, kan me daar zo niet bij neerleggen. Mm-hmm. Ja. Omdat je kijkt daar zo lang naar uit. Is het echt voor u? Ja, tuurlijk. Maar ja, goed. Ja. Maar daar heb ik ook wel met dat in hetzelfde schuitje zitten. Bijvoorbeeld skiverlof. Oké, ik ben niet op skiverlof kunnen gaan. Als je niet op skiverlof kunt gaan omdat je been gebroken hebt of iets, en iedereen is eigenlijk leuk om te amuseren in de sneeuw en jij zit thuis en je kunt niet bewegen, dan is dat verschrikkelijk. Mm. Maar niemand is op skiverlof geweest. Die pistes waren toe. Wij zagen 's morgens zien we altijd zo die beelden op tv tijdens het ontbijten. En die piste, prachtig weer, kuivel sneeuw. Die liften die bewogen niet. Er was gewoon niemand. En dan denk ik, wat een zonde. Maar oké, niemand. Ik moet niet jaloers zijn, want niemand kan het. Nergens op de wereld. Niemand kan inderdaad. Dat is voor iedereen hetzelfde. Maar. Ja, dus dat verzacht voor mij de pijn wel een beetje. Maar ik moet zeggen dat ik in het begin, de eerste week, zeker zoiets had van... Oh, amai, dat is even een welkom onverwacht verlof of zoiets. Dus ik zie ze van alles beginnen doen dat ik al kwee nu lang van plan was, maar nooit een tijd vervonden. Ik dacht, nu kan ik dat allemaal doen. En beginnen kussen en reorganiseren en dingen weg door het containerpark, je garage opruimen, alleen noem maar op. En dan zo... Ja, jongen, ik weet niet veel gedaan. Wat is er aan de hand? Ja, dat vraagt mij ook af. Ik zou het gevoel graag terug oproepen, maar het gaat niet meer. Nee, ik denk week dat twee... ook in de life. Ja, week twee was al wel een beetje minder. En vanaf week drie had ik zoiets van... Het is hier precies nog niet direct gedaan. En ik heb een deadline nodig om te presteren. Ja. En ik voelde van, dat is hier nog niet voor de eerste weken of zelfs maanden. En ik ben beginnen laten hangen. Mijn kot is zo vuil als eten. Ik dacht van, ik heb nog tijd genoeg voor dat dan. En ik stel maar uit. En vanaf morgen begint alles terug opnieuw. En ik stond hier met je kot daar nog meer over opstaan dan voordat de lockdown begon. Ja, ik was heel blij toen wij hoorden, Gert en ik, dat wij een programma mochten maken. Dat is heel... heel hard gecontroleerd wat kon en wat niet kon. Ja. Natuurlijk, ik zeg het in een boot, dat is echt een versterkte burcht. Dat is clean. Ja. En wij werken met onbemande camera's. Mm-hmm. Wij hebben geen volk op onze boot. Enkel 's avonds, daar pakt iedereen een afstand. Ja. Door datzelfde gangstje gaan, dat mag niet. Allee, het is echt wel een speciale manier van werken. Maar ik mag wel werken. En ik ben wel blij echt dat ik dat mag doen. Er zijn zoveel mensen die thuis zitten. Ja, manneke, zwijgt. Die de muren oplopen. Maar, wat wou ik nu zeggen? Van die boot. Wacht. Gert en ik. Grote. Gert en James. Oh, nee. Hier. Van maandag tot donderdag. Versterkt een burcht, alles ontsmet. Gangske.
Hé, hey, wat heb ik? Dat was vorige week ook, dat ik dacht, oh, ik wil er iets over zeggen, maar ik denk, laat hem het spreken en het dan niet meer weten. Dat heeft te maken met uw jeugd. Mijn leeftijd. Ja, en wat er allemaal gebeurd is tijdens dat wildwaar, die periode. Ja, dat is ook nee, zeker iets. Te weinig. Dat ik wou zeggen, omdat voor mij, ik persoonlijk, kan dat nog wel even aan, dat je niet kunt gaan werken. Maar ik denk wel dat er mensen zijn die één, de muren oplopen als je in een appartementje ergens in het midden van de stad zit met drie kinderen en een hond en een baby en dat je gewoon echt zot wordt. Allee, dat weet ik niet. En als je geen inkomen hebt of terugvalt zijn op... Rampen, het dat zijn rampen, hè. Ja. Maar ik heb er straks een sms gekregen en daar, dat wou ik zeggen. Daar wou ik iets over zeggen. Van een Tom Bellens. Tom Bellens is de man van een meisje dat ik ken van heel, heel vroeger, hier in Lint. Tof initiatief, dank u Tom. Dat is de baas van het Rode Kruis hier in Lint, komt toch hoofd. Hè? En die doen dus de sticker verkopen, die jaarlijkse sticker. Ik lachen. Gert stuurt, zeg wanneer begint het? Ik ben dat gedaan, Gert. Zo diep. Ik had gestuurd, ga kijken en hij stuurt nu terug. Zeg wanneer begint het? Het is bijna gedaan, Gert. Het was leuk, hoor. Dus, dat daar rampzalige gevolgen heeft voor onze lokale afdeling. Vandaag is er een persbericht verstuurd. Ik merk dat dit goed wordt opgevangen. Maar misschien kan jij er een persoonlijke lokale Lintse touch aan geven. Bij deze, Tom, onze ja, medeleven. Hoe kun je dat zeggen, jong? Die stickers. De stickeractie. Ja. Wel, dat is nu een van de weinige goede doelen dat wij elk jaar steunen. En dat is omdat mijn grootvader die lang voor het Rode Kruis gewerkt. Ah ja. En dat is zoiets, ja, ik weet niet waarom, dat is zo klassiek. Elk jaar, ah ja, we kopen maar we kunnen ook niet anders, hè. Ik moet toegeven, ik heb het nog altijd online niet gedaan. Het is waar. Maar dat is het probleem, die halen normaal 4 miljoen op. Ze zijn ons op de boot gekomen, hè. En ze zeiden van, ja, kijk, wij gaan nu bij iedereen een sticker in de bus steken en we hopen op vrije giften. Ja, het gebeurt vaak. Ik zei dat ook tegen die mevrouw van het Rode Kruis. Dat hem koopt, zodat aan de lichten dit kunt doen. Hè? Ja, maar tuurlijk, dat is de reden waarom dat iedereen hem koopt. Zodat het trots kunt zijn om te tonen, ik heb hem al. Maar nu moet niemand dat doen. Die hebben nu 400.000 euro maar opgehaald van die 4 miljoen. Dat is ook een ramp. Dat zijn rampen, hè, ja. Het is de voorzitter van het Rode Kruis. Voilà. Dus laat ons een oproep doen. Yes. Ja, mannetjes, allemaal een stickertje online kopen. Ja, maar ja, heb jij het al gedaan? Nee, ik kon dat dan doen. Ja, maar ja, nee, dat is heel eerlijk. Ja, maar ik heb dat toen ook beloofd. Ja, ik heb het gedaan. Okay. Echt? Oh, top. Ja, ik heb het gedaan. Maar ik vind wel dat die sociale druk dat je zo moet afspreken met vrienden. Allee, moet niet, maar je voelt je toch altijd wel verplicht omdat je denkt, oh man, dat is al zo lang geleden, zouden we nog eens moeten. Hey, die is er nu niet. En dat geeft mij wel rust. Omdat je niet moet afspreken met vrienden. Dat snap je. Ik wil mijn vrienden niet zien. Nee, dat wil ik niet. Sympathiek. Nee, allee. Voelde je anders verplicht om met mij een keer af te spreken? Nee, maar je hebt altijd in je achterhoofd zo van, oh, check met een dier, we moeten echt dringend nog eens gewoon eten. Oh, we hebben afgesproken voor dat te doen en dit, dat, zo dat. Ja. En nu, ja, dat valt weg. Dus je kunt je niet opboeien of druk maken of uitkijken naar of niks. Je kunt niks. Je kunt alleen maar... Maar nu wil ik het niet liever dan vrienden zien. Ja, maar dat heb ik ook. Het is omdat het niet mag. Omdat het niet mag, denk ik, amai, maar nu zou ik een barbecue doen. Het voordeel is wel dat het zeer hartelijk zal zijn als het allemaal terug mag. Hè? Ja. Ja, maar denk jij dat zo gaat zijn? Denk jij dat er een dag gaat komen dat ineens van moment één op de andere moment dat ze gaan zeggen, ja, doe maar naar iedereen elkaar in de... Niet, hè? Ik denk dat wel. Ja? Op het moment dat er een vaccin gaat zijn, gaat dat de bevrijding zijn. De mensen gaan buiten komen. Die doen allemaal zo thuis. Die gaan naar terug en hij is joepie de poepie. En de straten, het zijn feesten in de straat. Ah, ik hoop dat echt. Daar kijk immens naar uit. Dat zou mooi zijn. Ja. Ja, ik hoop dat dat toch... Als dat vaccin er gaat komen, ja? dan gaat iedereen toch flippen gewoon. Ja, er gaat niet genoeg zijn, zeggen ze. Wij, hè, normaal als we elkaar zien. Hè. Hoe gek was dat daarnet? Ja, jongen. Dat is vastpakken en kussen en, en rondzwieren. Hoe is het? Zelfs springen en al. Ja. Lek echt zo debieletjes. Hè? Ja. Ja. En nu was dat... Hey. Hoe is het? Ja. Ja. Dat is zo afstandelijk. Je bent precies niet meer vriendelijk. Of zo met een mondmasker in de supermarkt en dan zegt iemand goeiedag en dan doe ik zo en dan denk ik ja. En als ik altijd zo... Ik lach heel breed hoor, maar je ziet het niet. Hè? Wacht, het is zo. Je ziet dat niet. Jawel, nee. Wacht. Uw ogen. Ja, als uw ogen... Er bestaan mondmaskertjes met... Nee. Ja. Met een scherm. Nee. Jawel.
Dus met zo, ja, met een tv-scherm. Nee. Met een scherm. Zo doorschijnend dan. Ja, en daardoor, weet je voor wat dat bestaat? Voor dove mensen, liplezen. Ja, natuurlijk. Voilà. Dus natuurlijk. Voor mensen die, ja, voor dove mensen is dat een ramp, hè, nu. Mm. Liplezen, die hebben al 7 weken niks. Ah, ja, nee. Die nee. Mensen die kunnen niet elke gebarentaal, niet iedereen kan gebarentaal. Nee. Dus een kennis van mij heeft zo'n mondmasker met een plaatje omdat haar broer of haar zus doof is. Ah, dat is keigoed gezien. Maar ik vind dat zou ik wel... Maar damt dat dan niet aan en zo? Ja, het damt een beetje aan. Ja. Ja. Daar moeten we het op vinden, jongen. Daar gaan we in investeren. Kom op. Volgende week. We gaan raak worden. Welkom bij Quarantaine. Ik heb geen gast, maar ik heb wel maskers met een plaatje. 20 euro. En dan kunnen we dat laten storten aan het Rode Kruis. Ah, dat is een goed plan. Nee, het bestaat dus wel. Voor dove mensen. Ah, dat is keigoed. Ja. Ja. Ja, maar dat je het zee veel met een frang. Ja, tuurlijk. Er zijn mensen die moeten lip lezen. Maar ik vind echt dat meteen, er strak ook in de supermarkt, iemand zei goeiedag. En ik lachte keivrienden. Dus ik heb dat aan geroepen. Ik zeg, ik lach heel hard hoor, maar je ziet dat niet nu. Ja, maar ja, ik zag het wel aan je ogen. Ja. Die mevrouw dacht gewoon dat je aan het staren wordt. Eigenlijk. Die dacht gewoon, is dat voor een trut? Ja, maar dat is wel mottig. Hè. We hebben zo hard geïnvesteerd in ons tanden. Ja. Amai, wat ik hiervoor gedaan heb, dat wilde ik niet weten. Echt jong, dat heeft mijn moeder binnen een appartement gekost. Hè. Echt waar, toen je klein van alles hebben dan mee. Ze hebben dat gebroken, ze zijn dat opnieuw in elkaar gestoken, dan opnieuw nog een keer gebroken, mijn kaken naar voren gezet, een spleet in mijn verhemelte gesneden. In uw gotisch verhemelte? Moet ik in mijn hemelte zien? Ja, ik heb dat al gezien. Pas op, hè. Pas op. Dat is hoog, hè? Ja, inderdaad. Zeg een keer hallo. Ja, hallo. Oh. Dat is gigantisch bij mij. Jawel. Dat is iets. Dus daarin geïnvesteerd en nu moeten we allemaal zo'n lab voor ons. Voilà. Het is zonde, hè. Opgelost. En ik heb ook nagedacht over het feit, criminelen. Nu, als ik een mondmasker heb en ik doe een zonnebril aan, dan gaat nu de bank binnen. Ja. Ja. Dan doen die zo, hè. Goed, veilig. Ja. Heel goed een blaffer. Ja. 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 Heel goed idee om te... Tof, leuk. Allee, vanaf maar dan nog. Die speciale haardracht zal wel herkend worden, hoor. Zijn de banken al open? Ja, maar je weet wat ik wil zeggen. Ja. Dus als je vroeger iemand zag binnenkomen met zo'n sjaal of met whatever, dan wist je, mijn deurtje gaat niet open. Nee. Ja. Nu denk je net, mijn deurtje gaat open. Mijn deurtje moet open, ja. Ja, dat is waar. Ik heb allemaal nog niet bij stilgestaan, jongen. Ik wel, schat. Ja, maar ik ben heel bezig. Wat wou ik nou nog zeggen? Alleen, dan weet ik toch niet meer wat je met die boot. Oh, Karin, dat is... Nee, dat kan ik niet. Ik slaap daar niet van de nacht. Bel mij morgen dan. Dat is waarschijnlijk ook heel onbelangrijk. Hè? Wat zoekt u? Is dat nu een appelboom? Nee, appelsine. Maar wauw. Tof, hè? Wist ik dat niet. S'morgens. Het is wel gezellig. Het is wel een gezellige tint. Zo. Ja. Ja, ik vind het wel. En het valt nog mee van kou, hè? Het is eigenlijk nog in orde, want ik ben hier eigenlijk aan het zweten. Is het echt? Ik ben terug naar beneden. Oh, en ik had gezegd, doe iets goed warm aan, want dat is de man had gezegd, doe iets goed. Weet je hoeveel lagen dat ik hieronder heb? 1. Hier. 2. En hier. Nog, dat kan. Oei. Hoe heet dat? Hoeveel lagen? Warm ondergoed, zo dat. Zo'n thermisch, ja. Ik ben hier allemaal gemakkelijk. Een damarke. Ik ben hier echt ongemakkelijk. Maar allee, kijk. Ja. Maar ja. Ja, pom. Gaat ik dat aan? Zodat niemand dat ziet. Ze maar ontzien, de Geert. Nou, liefst. Ze maar ontzien. Ik zal een keer kijken. Mijn papa. Wat een talkshow, zeg. Al 45 minuten aan het tetteren. Mijn papa. Ah ja, dat is een tittertje. Ah ja, hij wil dingetjes zien. Hè. Hij wil wat wil hem zien? Filmpjes waarschijnlijk. Mijn papa is... Ah, zo. Hij gigantisch graag naar Gert Late Night. Hè. Maar ja, papa, sorry. Het is onder filmpjes. Dat is hier niet zo. Dan moeten we naar uw zoon kijken. Ja, maar nee. Maar ik kijk het altijd. Hè. Ja. Dat is mijn grootste fan. Ja? Ja. André van Duin heeft een nummer, hè? Mijn allergrootste fan over zijn vader. Prachtig nummer. Ah, wel, maar kijk, mijn papa is dat wel. Er moet eens een lustige blitte wagen en ogen. Is dat? Oh, doe dat nou eens. Okay. André van Duin, mijn allergrootste fan. Wie is uw grootste fan? Dat is gevaarlijk, hè? Oh. Wie is uw grootste fan? De Sky, denk ik. Ja? Waar is die? Wat denk je? Je is aan het kijken binnen op zijn iPad. Ik ga dat nu checken. Hè. Dit is een uitdaging. Hè. Sky, als je aan het kijken bent,
verwachten wij u binnen de 2 minuten hier in de tent. Nee, wacht. God, kan die buiten? Of ben je dan opgesloten? Kijk, we gaan kijken. Is Sky aan het kijken of niet? We weten het binnen de 2 minuten. Oké, okay, dat is goed, ja. Of je mag ook een keer heel luid mama roepen in de tuin. Dan weet mama, ook. I love you, mother roepen. Ja. Weet wat hij er nu aan het doen is? Ook in ons ontvangen. Oei. Het is een goede fan. Nu, vorige week waren wij zo aan het terugkijken. En zo reacties op Facebook. En ineens zagen wij zo'n reactie van de Sky. Vic, als je dit leest, doe dan de deur open. Laat me buiten. En wat was het nog, Vic? Kom aan, gasten spammen. Zo. Omdat je dat gezegd had. Niet... Kom aan, begint maar te spammen. Of... Allee, dat komt niet, hè. Nee, oké. Okay, dus Sky is niet Jezus, mijn grootste. Ik zal het nog een keer doen. Kun je dat er wel uitknippen dan? Wie nee. Is je grootste fan? Dat zal mijn zus zijn, denk ik. Waar is ze? Die is thuis aan het kijken. Ah ja. Oké. Okay. Als je aan het kijken bent... Kirsten. Oh. Sky. Kom eens hier, schat. Kom jij hier goed uit. Als je aan het kijken naar mama... Oh, kom eens hier, vriend. Kijk. Yeah. Jij bent mijn grootste zeg, fan, toch? Hè? Hoe lang is uw haar? Lang, hè? Amai, Sky, dat is ongelooflijk. Straf, hè? En die heeft dan nog krullen. Dus als je die krullen eruit haalt, is dat echt tot op deze poep. Right. Ongelooflijk. Schoon. We gaan naar de coiffeur maandag. Nee, dat nee. Open, hè? Papa is een kapper, dus... Maar ja. Wij vinden het... Het is toch goed zo? Ik vind dat schoon. Hè? Of vind jij dat niet? Nee. Iets gekocht. Nee. Maar ik vind het wel mooi, hè, Sky? Iets korter. James kent er niks van, hè? Jawel, maar nee. Iets korter, zoveel. Of zo, nee. Nee. Ik heb er straks nog een dreadlock uitgeknipt. Is het echt? Oei. Dat is gevaarlijk. Ik heb dat spinnen in, hè, in dreadlocks. Nee, dat is niet waar. Zo. Oh, ik vind het zo leuk. Zo lief dat je aan het kijken waard. Ja. Maar ja, ik ben aan het gamen en dan naast mij ligt mijn iPhone en dan kijk ik naar Nee, dat is eerlijk. Oké, Sky, je bent geslaagd. Een applausje voor Sky. Voilà. Dank je wel. De grootste Sky. Fan van Amama. Amai, dank je wel. Zeg, hij heeft zich opgekleed voor vanavond. Dat is zo, ik ook. Schatje, maar ik ook. Ik doe elke dag hetzelfde. Aan. Ik zeg tegen u, ik zeg niet te veel veranderen van kleren, maar ik moet de was doen. In de jogging. Ik ook. Constant. Ja, maar op die boot toch niet? Jij zei elke dag om te werken. Ja, maar ja, dan kleed ik mij wel op. Maar anders loop ik in een jogging, in een onesie. Dat is nog een voordeel, hè, van thuisles geven eigenlijk. Ja. Dat je, ja... Het zijn al 4 foutjes tegenwoordig, hè. Is dat? Echt? Oh. Al nee. Mensen die recht zijn, dan denken dat het gedaan is en die herinneren de bloed. Oh. Oeh, lala. Ja. Oei, oei, oei. Dat gebeurt, hè. Dat zijn er toch al heel veel filmpjes al. Ja, de Sky liet dat er straks ook zien, zo'n filmpje van zo'n klas online, ergens in Japan of zo. En dat er een zei van... juf, ik ga even naar het toilet. Ik kom direct terug. Ik zal mijn micro en mijn camera afzetten. En die deed dat dan niet. Maar ik denk dat hij in scène gezet was. En dan begon hij... Ah, stomme trucje, leraris. Die was weer vreugder. Allee, is het dat allemaal? Dus ik denk dat dat wel wat in scène gezet was. Echt goed, zo. Het kan. Ja. Wat mij ook opvalt, is de kat. We hebben katten. Ja? En die zie je... Die komen een hele week niet in de buurt van je computer. Nee. Ah, maar... Lesgeven ze. Doe die een staart ervan. Ja. Op die toetsen. Ja. Maar die beesten worden zot, hè. Echt. Die weten niet wat er nu gebeurt, hè. Nee, die... Dat je zoveel thuis bent. Die hebben een paradijs normaal overdag, hè. Ja. En die denken nu, jongens... Wil de Holland eens weggaan, ja. Wanneer? Ja, echt, hè. Normaal, hè. Als wij thuis komen, staat hij altijd van boven, Basilike. Nu. Die is dat zo gewoon dat wij thuis zijn. Ja. Ja. Nee, die. Ik heb dat met mijn hond. En ik vind dat eigenlijk wel een beetje goed dat ik daar nu veel tijd voor heb. Of toch al heb gehad de voorbije weken. Omdat je voelt wel dat je beter luistert. En die is veel braver dan vroeger. Oké, die is ook het dat puppy ontgroeien en zo eindelijk. Maar... Met dat puppy aan het groeien? Ik heb die juist hier rondlopen. Dat is gewoon een andere hond. Ik denk eigenlijk dat als je een andere hond is, dan kom je nog niet door. Mijn hond is zo. Ja, die is al maar een jaar, schat. Ongelooflijk. Die is nog niet volgroeid. Ja, die is echt groot. Atlas! Nee, zot! Die loopt hier alles omver en die plast dit. Nee. Maar ik wil dat een keer tonen aan de mensen thuis, hoe groot dat is. Ik zal van de week eens live gaan op Instagram. Dat gaat niet nu, want ik kan hier niet...
de mensen en al. Dat mag niet, James. Ik mag toch bij u komen? Maar die doet dat niet. Die gaat bij u komen en bij hem. En die gaat hier alles opdrinken en gin en om die ijsblokjes slikken en pissen op die schoon salon hier. Zo. Gaat niet, gaat niet. Heerlijke hond. Het is een puppy. James! Luistert die naar fluitjes? Dat is echt verschrikkelijk. Maar, moet dat toch een keer tonen wat voor een beest dat is? Maar de mensen weten dat wel. Ja? Dat is toch gigantisch? Kan die Erik in die tent? Ik denk dat hij op zijn achterste poten stond, dat hij wel aan de ding. Ongelooflijk. Ja, ja, ja. Ik zag hem dan juist, dat was ik. Dat is een ander mond, zeg. Nee, die was... Ah ja, dat die, de laatste keer dat jij hem hebt gezien, was hem zo groot als zijn poot nu. Ja. Nu is dat ongelooflijk. Ja, dat is... Allee. Maar is dat niet de grootste hond? Denk het wel. Het zal niet veel. Denk het wel. Zo, Had hij er nog een Leonberger? En dan ik ken er niks van. Een paard. En dan volgt het paard, ja. Giraf. Olifant. Ja. Het is gigantisch. Ja, het is top, hè. Maar die, ik vind dat wel tof, want die luistert... Ah, oh, ik wou zeggen de redden, maar dat is een Anthony. Oh. Ik zeg... Maar ik zag zo witte poetjes, wat waren zijn voeten. Oh, kom, kijk, ik denk. Allee, dus dat beest is, ik weet niet hoe content, die luistert flink naar mij, die is braaf, en die is gewoon heel blij dat ik veel thuis ben, punt. Dat zal wel zijn. Dus ja. Wanneer mocht jij weer gaan werken? Voorlopig staat ik weet niet of ik dat mag zeggen, maar zo wat ongeveer alles tot begin juni gepland, maar allemaal onder voorbehoud. Mm. Dus het zou wel eens kunnen dat dat nog een maand verlengd wordt, of twee. En familie? Zelfde. En als dat het enige was dat ik zou hebben, dan zou ik echt wat panikeren. Maar ik heb nu het geluk dat er ook nog andere dingen lopen en gaande zijn en zo. Maar ik denk echt waar, mensen die in één keer... Een lege agenda hebben, dan die gek worden. Amai, ja. Zeg het, de Gert Late Night is zowel voor Gert als voor mij een welkom... Ja? Ja, als job zeker. Ja, en is dat nu even zwaar als anders of even intens? Het is een groot verschil, omdat wij mogen geen slaapgasten hebben. Waardoor dat wij niet meer slapen op de boot ook. Nee. Dus, zelf ook niet, nee. Nee. Ah, nee, dat is echt een werkdag, hè. Dat is naar daar gaan. We hebben natuurlijk ook we hebben een amusement, dat ziet je ook. Ja. Maar dat is altijd volgens een meter en een half, met de nodige gelletjes en dit en dat. En wij maken ons programma overdag. Ja. En 's avonds is dat ons programma. En daarna gaan we naar huis. Ja. Dat is heel raar. Dat is heel raar. Zo gelijk, zoals morgens vertrekken met je maletje, kan het fabriekje. Ja, ik loop echt met mijn rugzak. En ik heb dat uurwerk zien laten, dat ik mijn 10.000 stappen heb. Ah ja, voilà. Kijk. Dan kijk ik te voet naar de boot en ja, 's avonds komen wij terug thuis. Heel raar, want je hebt al zes, het is het zevende seizoen, al zes seizoenen lang slaapt je op die boot en leeft je op die boot. En nu en dan zit je normaal één dag? Nee, vier dagen. Ah, vier. Ik heb al veel gekeken. Nee. Ik ben hier. Je bent... Hebben ze dat niet op dat te nemen, tv? I hope. Sterk. Hop, met je puntje. Voilà. Heup. Hij heupen. Echt, hè? Nee, maar nee, dat is dus van maandag tot donderdag op 4. En normaal slaap je dan een hele week op die boot. Maar ja, bon, dat is nu niet zo. En, maar dan nog mogen we tevreden zijn dat we een manier hebben gevonden. Meneer Van Ranst heeft het ook goed gekeurd. Zou en dat moest zijn. Ook echt. Ja, ja, ja. Dat alles is hoe dat het moet. Ja. En dat is zo. Net zoals hier. Ik vind dat echt goed gedaan. Ja. Dank je wel dat jij dat toch nog eens zegt. Dank je wel. Ik vind het echt ongelooflijk. Wat zei ik toen ik binnenkwam? Ik ben gigantisch paranoia. Ik ben er echt bang van. Ja, maar ja, omdat ik er toch ook wel wat commentaar op had gehoord. Zo van, waarom mag die dat wel? Ik zou niet gekomen zijn. We hebben afspraken gemaakt. Hè. Mm-hmm. Ja. En dat is er verzekerd. Moet iedereen zien zitten. Iedereen heeft zijn mondmasker aan. Iedereen heeft zijn handschoenen aan. Iedereen. Alle vier. Die vier mensen die hier zijn. Ja, ik vind dat een teken van respect om een duur ook. Ja. Op het einde van vandaag. Ja, dat vind ik ook. Dat je dat zo doet. Dat wou ik nog zeggen er strak. Eindelijk. Die laatste minuut dat we hebben, kan ik het nog zeggen. Ja. Dat ik een tijdje geleden naar de frituur ging. Niet voor mij, hoor. Niet voor mij, hè. Voor Anthony en Sky, uiteraard. Ging ik dus naar de frituur. Ik had mijn mondmasker op als enige in heel dat frituur. Pas op, dat is mijn wachtzone. En madame kan achter een touw, die zei van... Amai, je zit incognito. En ik dacht, dat is wel keigoed. Dit gaan we altijd zo houden, niemand herkent mij. Maar twee dacht ik, maar dat is toch eigenlijk normaal. Dat is eigenlijk respect
naar iemand anders, want ik bescherm mezelf er niet mee. Ik bescherm de andere mensen. Zeker, maar het moet niet, hè. Ik wil zeggen, eigenlijk een mondmasker is nodig voor je het op openbaar voeren, omdat je daar die 1,5 meter regel niet kunt blijven volgen. Hè? Mm-hmm. Ik vind dit een extra vorm van respect naar de gasten die hier nu zitten. Ja. Omdat zo van, kijk, hey, mannen, wij letten echt wel op. Ik zal hier toekomen, een eigen toilet hebben, een jalletjes overal hier. Het is ongelooflijk. Mm-hmm. Ja. Dus proficiat. Dank je wel, lieve James. Ik ben blij dat het mocht komen. Ik ben heel blij dat jij geweest bent. Ja. Ja. En het is nu wel gedaan, maar babbelen we nog wat voortgebied, zo wat hier? Ja, dat mag allemaal niet, hè. Dan blijft gewoon zitten. Zeg het net dat ik een beetje paranoia ben. Ja, allee, dan bellen we, dan bellen we wel. Het is gedaan om 10 uur en dan kom ik naar... Ik ben echt gekend. Oké, okay, als je dan belt onderweg naar huis, als je onderweg naar huis belt naar mij, is het ook goed. Ja, dat ga ik nog doen. Dat is goed. Jens, jij ook, merci. Hè? Jij bedankt dat we mochten komen. Kei tof. Ik ben blij dat we het nummer hebben kunnen spelen nu. Ja. Het is keischoon. Het is mijn wekker, het is een begin en een eind van deze. Ik zit daar constant op dat nummer. En hoop doet leven. Voilà. Dus, voilà. Laat ons open, dat is snel voorbij. Open? Oh, voilà. Allee, dag iedereen, dankjewel om te kijken. En dikke kus. See you soon. Bye bye. Het is nog niet gedaan. Nee, kijk nu goed naar onze eind. Bye bye.